De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg richt tijdens zijn 8e tentoonstelling de schijnwerpers op enkele kunstenaars onder de personeelsleden. Met sculpturen en schilderijen geeft Jean-Pierre Flaot afwisseling aan zijn artistieke expressie. Iedere situatie is goed om een project tot leven te wekken. Een niet alledaagse fysionomie, de kleur van een gevel of een zonsopgang. De sculpturen voeden de creativiteitscyclus, zij staan model voor nieuwe schilderijen. Met zijn beeldhouwwerken geeft Pieter de Munk uiting aan zijn fascinatie voor figuren in een ruimte. Hij werkt vooral met klei, keramiek, metaal en glas. Met foto's wil Vanessa Fleury emoties of verlangens laten doorschemeren. Haar favoriete onderwerpen zijn levende wezens die kunst uitoefenen. Bijvoorbeeld theater en dans. Nadia Dufour zegt met haar iconen: liefste icoon. In jouw gezelschap droog ik mijn tranen, vervaagt rancune en neemt mijn woede af. Men noemt je een gebed. Samen met Gandhi heb ik me in jou vastgeworteld. Want, net als bij hem, zit Indië me in het bloed. Injas Tragier stelt ons zijn unieke schilderkunst voor. Zijn doeken zijn gemaakt met acrylverf en surplusjes en verrassen de blik van de kijker. Dominique Allard is gepassioneerd door zandsculpturen. Ze toont foto's van haar sculpturen die gemaakt zijn aan de Belgische kust. Rilana Picard laat haar creativiteit de vrije loop met bloemenversieringen. In deze tentoonstelling ontdek je haar creaties met gevriesdroogde bloemen. Je kan deze kunstwerken bekijken tot 31 januari 2013, van maandag tot vrijdag tussen 8 en 18 uur en tijdens het weekend op aanvraag.